Welkom bij RTV Apeldoorn. Dames en heren, wij gaan vandaag op bezoek bij Paleis Het Loo. En waarom, zul je zeggen? Ja, dat kan je altijd doen. Natuurlijk kun je altijd naar Paleis Het Loo. Maar het is wel heel bijzonder, want er is een nieuwe tentoonstelling hier op Paleis Het Loo te zien. En die tentoonstelling heet Kracht van de Troon. Heel veel bijzondere tronen kun je hier gaan zien. Je mag zelfs op het allerlaatste mag je op een troon gaan zitten. Dus ik zou zeggen, kom naar Paleis Het Loo om te kijken naar deze prachtige tentoonstelling. Het kan nog tot en met 10 maart. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Wij gaan alvast een kijkje nemen. Gaat u mee? Dit is de troon uit de Ridderzaal, waar ieder jaar op Prinsjesdag de troonrede op wordt voorgelezen. Ja, ik zei net tegen jou, het is hem wel echt, hè? Het is hem helemaal echt, ja. We zijn heel blij dat hij hier is, want het was denk ik toen wij met deze tentoonstelling begonnen, 1,5 jaar geleden, was het de eerste troon die we aanvroegen, want dat ik dacht meteen van, nou ja, die, als we die kunnen krijgen, dan zou ik dat geweldig vinden. Ja, ja, ja. Maar dat was nog wel een wat langere route. Dus toen we hem aanvroegen, kregen we eigenlijk meteen antwoord van, nou nee, dat kan niet, want het is gewoon een troon en hij is zo nog in gebruik. Hij wordt niet uitgeleend, het is geen museaal object. Hè? Dus nou ja, daar deden we het eventjes mee. Maar toen we wat verder in het proces zaten en ons verhaal wat meer compleet hebben, toen hebben we het nog een keer geprobeerd. En toen werd hij uiteindelijk wel toegewezen. Wie moet dan eigenlijk ja zeggen dat dit mag? Hij hoort bij de Staten-Generaal. Dus hij is eigenlijk onderdeel van het Binnenhof. Dus daar moesten we akkoord hebben. Ja. En je zei net, 1,5 jaar geleden zijn we mee begonnen. Hoe kom je op het idee om zo'n tentoonstelling te gaan doen hier op Paleis Het Loo? Met al die troon. Ja, het is natuurlijk paleistroon, maar ja, nu. Dit is nog nooit eerder gebeurd, geloof ik, of wel? Niet op deze manier, nee. Nou ja, wij waren heel erg op zoek naar. Kijk, we hebben vorig jaar natuurlijk heel erg, of de laatste jaren, deze ondergrondse uitbreiding gerealiseerd. Dus het is een hele nieuwe wereld. Het zijn ook nieuwe zalen. Voor ons was het ook heel spannend om hier voor het eerst een tentoonstelling te maken. Maar we zochten ook iets wat daarbij passen. Dus je hebt hier een hele moderne omgeving. Dus we wilden ook dat in de tentoonstelling terug laten komen. En een paar jaar geleden is de directie op bezoek geweest bij een ander museum in Zuid-Duitsland, het Vitra Design Museum. En daar was een tentoonstelling en dat ging eigenlijk over stoelen. Ze hebben een hele grote collectie stoelen. En dat heette Seats of Power. En dat ging er eigenlijk over hoe stoelen macht kunnen hebben of uitstralen. En dat hebben wij eigenlijk meegenomen en vertaald naar een tentoonstelling die past bij het DNA van het Loo. Want hier gaat het natuurlijk wel over de troon. Ja, iedereen wil soms wel eens op een troon zitten natuurlijk. En dat kan ook hier op Paleis Het Loo. Je mag ook op een troon zitten hier als bezoeker. Dat is een ja, dat mag. Het is natuurlijk wel zo dat het is een tentoonstelling met museale objecten. Dus eigenlijk alle objecten in de tentoonstelling die komen uit collecties van andere musea. Maar er is één object helemaal aan het eind van de tentoonstelling en daar hoort het zitten op de troon. Hoort erbij. Dus het is een onderdeel van het kunstwerk. Dus daar, helemaal aan het eind, nodigen we mensen uit om daarop plaats te nemen. Oké, wij beginnen net, dus wij komen dat nog allemaal tegen. En hoeveel tronen staan hier nou op deze tentoonstelling? Ik denk dat wij bij elkaar een stuk of 6 officiële tronen hebben staan, die dus ook daadwerkelijk gebruikt zijn als troon. En nog een aantal varianten daarop. En ik zag ook ergens een heel klein troontje staan, zo'n klein stoeltje. Wat voor betekenis heeft dat? Ja, dat is een stoeltje, een beeld eigenlijk door Klaas Schubbels gemaakt uit Arnhem. En dat is eigenlijk het meest eenvoudige manier van een stoel tekenen. 4 poten, een zitting en een rugleuning. En Klaas heeft daar 3 tanden uit de rug gezaagd. En dan heb je eigenlijk automatisch een troon. Dus hij noemt het ook een troon. Wij zien het ook als een troon. En daar gaat deze tentoonstelling ook heel erg over. Dus een troon kan dit zijn, hè, wat achter ons staat. Dit herkennen wij ook allemaal als troon. Maar er staan ook allerlei andere objecten in deze tentoonstelling, waarvan je misschien niet meteen denkt dat het een troon is, misschien niet meteen verwacht. Maar als je even het verhaal leest, dan valt dat kwartje wel. Ja, ik denk dat ik wel een van de weinigen ben in Nederland die de film Game of Thrones niet heeft gezien. Maar er zullen heel veel mensen denken, wauw, die troon die staat gewoon hier van Game of Thrones uit die film. Die staat gewoon hier op Paleis Het Loo, hè, Niels? Ja, die staat hier. En daar zijn wij ook heel erg blij mee. En ben jij ook van die film? Om heel eerlijk te zijn, heb ik de serie ook niet gezien. Maar we wisten wel, toen wij hiermee begonnen met deze tentoonstelling, dat dit wel een object was wat we heel graag wilden hebben.
Het is natuurlijk een iconische troon. Heel veel mensen kennen hem. Je hoeft het maar te noemen en iedereen ziet die troon voor zich. Maar het is ook wel een lang traject geweest om hem hier te krijgen in Apeldoorn. Waarom? Nou, omdat je uiteindelijk... dit is een serie bedacht door HBO. Een organisatie die in Amerika zit. En uiteindelijk ben je gewoon met mensen in Hollywood aan het communiceren. Dat loopt allemaal wel via HBO Nederland. Die waren ook heel behulpzaam. Maar het zijn lange lijnen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar net bij de troon, zeg maar, uit de ridderzaal, hè, daar stond een heel hek omheen. Ja. Daar kan je niet als bezoeker op gaan zitten, dat mag ook niet. Maar hier staat verder geen. Ben je niet bang dat mensen toch even hierop gaan klimmen? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling dat wij een aantal weekenden gaan organiseren waarbij dat wel op deze troon gezeten mag worden. Ja. Hey, wij gaan op naar de volgende troon. Of wil je nog iets zeggen? Ik wil even één ding zeggen bij deze troon. Want hij ziet er, het zijn samengesmede zwaarden van verslagen vijanden. Dat is het verhaal van deze troon. En je denkt dat je het al zo voorstelt van zit dat nou lekker hè, op zo'n troon van ijzeren zwaarden. Maar dat is ook precies niet de bedoeling. Het idee is dat je als vorst op deze troon niet lekker mag zitten. Want je moet je de hele tijd bewust zijn dat je vorst bent en dat die positie dus niet vanzelfsprekend is. Nee. Dit is een troon gereserveerd voor een kerkvorst, dus voor Johannes Paulus II in dit geval. Die bracht in 1998 een bezoek aan Zagreb. En daar is deze troon voor gebouwd. En die staat dus tegenover de troon uit de ridderzaal? Ja. Want heeft een betekenis? In deze zaal gaat het over de troon als symbool. Dus de troon is een symbool voor de hoogste macht. Het is eigenlijk de hoogste positie die we kennen. Dus we hebben hier de troon van een wereldlijke vorst tegenover de troon van de kerkvorst gezet. En dat zijn ook twee machten die elkaar in stand houden. Tenminste, in de geschiedenis was dat zo. Dus de paus die legitimeerde eigenlijk het gezag van de vorst. En de vorst beschermde de paus. Dat was een soort wisselwerking. En dat proberen we hier te laten zien. Heeft de troon nog een toekomst? Dat is een vraag die wij hier stellen. Dat is een open vraag. En daar geven we ook geen antwoord op als Paleis Het Loo. We stellen die vraag eigenlijk aan onze bezoekers. We vragen eigenlijk van denk daar eens over na. Wat vind je daar nou van? Dus we zijn nu hier in het laatste deel van de tentoonstelling. Ik zit ook op een van de objecten. Hier mag ook op gezeten worden. Dat is de expliciete vraag van de kunstenaar. Alfred van Elk heeft deze ontworpen, deze troon. En deze troon staat normaal gesproken in de middelbare school in Gorinchem. Hier kunnen dus vier mensen op een troon zitten. Dat is precies de bedoeling van dit object. Dus hij heet troon. Mm-hmm. Maar in feite heft dit object de troon op. Want de troon gaat over één bijzondere positie. Mm-hmm. En hier is het eigenlijk meer de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. Dus hier kunnen verschillende perspectieven worden uitgewisseld met elkaar. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen hier dan gaan zitten dan volgende week. Is het museum open voor het publiek? Jullie denk ik ook wel. Ja, daar zijn we zeker benieuwd naar. Dus we hopen, want mensen zijn natuurlijk heel erg gewend in het museum dat je overal vanaf moet blijven, dat je nergens op mag gaan zitten. Dus we vinden het ook wel een beetje spannend natuurlijk als museum. Maar hier hoort het echt bij het werk. En we hebben al een preview gehad met collega's en toen werkte het heel goed. Toen gingen mensen er ook daadwerkelijk op zitten uit zichzelf. Ik vond het al geweldig wat we hebben gezien. We laten nog even een paar dingetjes zien. Maar ik zeg gewoon mensen, u moet gewoon komen naar Paleis Het Loo. Of u mag gewoon komen hier naartoe. Het is echt geweldig hier. Jullie hebben ontzettend je best gedaan. Tot 10 maart. Dus tot 10 maart. Ja. En elke dag kan je hier naartoe, 7 dagen in de week, of zijn jullie op maandag dicht? We zijn op maandag dicht, ja. Ja, maandag dicht. Maar dames en heren, kijk gewoon even op de website www.paleishetloo.nl. Daar staat alle info op en daar staat nog veel meer op. Want ja, je kunt niet alleen het museum kijken hier in Paleis Het Loo. Je kunt de tuinen, je kunt nog veel meer. Maar ik zou zeggen, geniet ervan en gewoon komen hè Niels. Heel graag. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ik wens u nog een hele mooie dag toe. En ik zou zeggen, kom naar Paleis Het Loo. En ga genieten van deze tentoonstelling Kracht van de Troon. Dag.